zeer goedemorgen allemaal en welkom weer al op een gloednieuwe vlog. En wie heeft mij nu al nodig? Oké dan. Dan gaan we eens even eens behoren. Hallo? Ik zal eens even naar onder komen. Joep. Allee, iemand heeft een krabber nodig. Dat is in de auto. En ik was juist al aan mijn auto. Oeh. Allee. Ik ga dan eens even gewoon naar onder toe. Brrr, in de kou, in de kou, in de kou, kou, kou. Of heb ik hier een krabber nog liggen? Nee, ik dacht dat ik hier een krabber had liggen, maar blijkbaar niet. Nee, jawel, hier. Krabber. Oh. Valessa en een krabber. Het is maar een kleintje, maar het is een krabber. Want ik moet hem nog zelfs krabben. Ik was juist met mails bezig. Ja, ik hoor er eigenlijk aan beginnen. Je hebt er ook nog niet. Nee, ik heb er nog in de auto. Oké, super. Ja. Oké, dat is goed. Ik breng hem straks terug. Ja, dat was dus mijn buurvrouwke. Je ziet wel, het gaat terug goed hier. Kan ik eigenlijk gewoon nog mijn mails doen? Want ik moet ook direct vertrekken. Goed dat ik keek voor mijn portefeuille. Dat mijn bankkaart er zeker in zit. En ik heb een slechte nacht achter de rug gehad. Ik ga eerlijk toe. Ik heb niet goed geslapen. Nee. Komt het? Ik weet het niet. Zie, nu kan ik al gewoon mijn computer al rechtstreeks terug afsluiten. Maar toch ga ik gewoon mijn mails nog checken. Halleluja. Goedemorgen. Jojojo. Dus ik ga jullie nu laten. Tot straks dus allemaal. Yo, yo, yo. Zo mensen, even nog bij mijn schatje geweest. Amai man. Fel belichting binnen in. Ik weet niet hoe dat komt man. Oho. Ik weet niet. Schijnt de zon zo fel? Ik weet het niet. Hup, mijn eten even uit de koffer pakken. En dan alles sluiten. Hopelijk dat ik niks op de grond laat vallen. Dat is deur 1 en deur 2. Hier moet ik nog even in zijn. Even iets pakken. Iets wegsteken. Deurtje toedoen. Deurtje sluiten. Voilà. Dan ga ik ook nog eens kijken in de brievenbus. Oh, ik ben echt ziek kapot, man. Ik kan echt niet meer, man. Ik kan echt niet meer. Nu nog de sleutel zien te vinden. Dan even naar mijn brievenbus gaan. En daar komen weer al vlindertjes uit. Dat betekent dat ik weer geen post heb. Ik ga toch wel met een gsm even nog bijsteken, wanneer dat dit ook valt. Ah. Allee mensen, ik ga eens even naar binnen toe. Ik ga jullie laten al, want ik ga niet meer veel doen. Ik ga zelfs gewoon nog eten. Dan nog een afleveringsje van familie. En ja, ik weet het, gisteren was het een betere vlog dan vandaag. Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben gewoon moe. Ik ben uitgeput van het werken natuurlijk. De juiste sleutels zien te vinden, hè mensen.
Daarna dat ik zo stil was, was ik even altijd richting mijn sleutels aan het kijken en ik ben echt stiek kapot. Ik moet dringend naar de wc. Ik moet dringend naar de wc. Voilà, de deurtje gaat open. Holy shit. Zeg dan. Oh jawel, shit, ik ben nog iets vergeten te doen dat ik hier thuis weg was. Hier is nu echt voor de bakken. Godverdomme man. Ik ben mijn thermostaat weer al vergeten uit te zetten, mensen. Dat moest toch ook wel eens gaan met de gsm, hè. Zo op afstand, maar ja, maakt niet uit. Ik ga jullie subiet laten als ik alles heb uitgetast. Voilà, alles is uitgetast. Dan. Ho, ho. Het is hier wel echt hot. Hot. Dus ik ga jullie nu laten. Zo, van de wc afgekomen. Ben ik nu lekkere spinaziepuree aan het eten met cipollata en appelmoes erbij. Dan weten jullie dat. En er zat nog wel een en ander wel mooi op de planning voor aan te komen en al. Ik ben een en ander aan bezien. Wat ik nog allemaal nog kan doen voor jullie. Want de laatste tijd wil ik meer en meer en meer toch ook nog wel content maken, ook buitenshuis. Voilà, dan weten jullie dat. Ik ga jullie nu dus laten. Ik ga verder eten, dan nog één of twee afleveringen van jullie kijken. En dan knor tijd. Je ziet mijn vlog pas morgen vroeg in de kanten, want ik raak echt niet meer uit mijn computer. Ik ben echt zo op. Dat gebeurt ook niet vaak. Dat ik dit zeg, dus dat ik mijn computer ga laten voor te renderen en al. Normaal gezien zit ik er echt elke dag bijna achter. En ja, jullie zeggen nu ook, Paul, ja, dat zijn wel periodes geweest dat je weken en een stuk niet hebt geüpload. Ja, dat is door de vermoeidheid. Ik sta mij er nu continu er doorheen om jullie kijkers en fans niet in de steek te laten. Want dat vind ik echt erg als ik jullie in de steek moet laten. Wel, mensen, ik ga jullie laten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je te horen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest zeg ik zoals altijd als afsluiter. Yo, 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 yo.